De kans is reëel dat ADO Den Haag tegen AZ gaat spelen met Danny Bakker in de basis. Dat zou heel mooi zijn, maar dat weet ik niet. Aalberg geblesseerd er vanaf, De Rijk geschorst. Dat zijn twee plekken waar voor jou in ieder geval mogelijkheden liggen. Ja, als je De Rijk zag dat hij werd eruit gestuurd en dat ik centraal achterin moest spelen. Dat biedt dan wel kans zeg maar, voor mij, maar ja, hij heeft ook andere mogelijkheden, trainer. Roland valt net een beetje uit de training. Ik denk dat hij wel fit is morgen, maar dat weet je ook niet zeker natuurlijk. Hij heeft al heel lang last van zijn enkel, daar werd hij geraakt. Dus ik wil altijd spelen, dus daar ligt het niet aan. Je bent alweer een tijdje fit na die breuk in je middenvoetsbeentje. Dan is het toch lastig om je weer in de basis te spelen, waar je vorig seizoen nog wel regelmatig stond. Ja, klopt. Ik heb heel de voorbereiding gemist en daar leg je wel de basis voor de basis 11 dit seizoen. Dus dat is heel lastig voor mij geweest. Probeer ik me zo terug te knokken. Dat is heel lastig omdat er heel veel concurrentie is voor mij. Alleen als je ziet dat ik wel telkens inval, dat biedt wel hoop voor mij. Nou, je bent dit seizoen al 5 keer ingevallen in 6 competitiewedstrijden, ook tegen Almere uit. Is dat lastig? Is dat heel anders om te moeten invallen en dan misschien wil je toch geforceerd iets laten zien ook? Ja, ik vind van wel. Ik denk dat je dan wel gelijk alles uit de kast moet halen. En dan is dat best wel lastig in een klein aantal minuten wat je krijgt. Maar wat ik al zei, ik kom terug van een blessure. Dus dat is wel lastig voor mij natuurlijk. Het lijkt me ook fijner om in te vallen in een winnend elftal dan zelfs de laatste 4 wedstrijden een ADO Den Haag dat niet wint. Ja, dat helemaal. Dat win natuurlijk ook niet. Maar dan probeer je gewoon het team te helpen. Dus uiteraard is dat gewoon lastig voor mij. Maar ik doe mijn best als ik erin kom. Het is heel hoog tempo natuurlijk als je erin komt dan in plaats van dat je start. En ik wil altijd starten, dus ik ben benieuwd voor morgen. Ja, AZ, wat weet je daarvan? Dat is een heel goede ploeg en veel bewegelijke spelers. Veel positiespel vind ik de laatste tijd. Daar hebben we ook de beelden van gezien. Ik ken een paar spelers ervan. Van mijn leeftijd die er nu ook al aardig veel spelen. Dus het is gewoon een hele goede ploeg. Die ken je nog van Jong Oranje? Ja, klopt, van onder 19 en onder 18. Dus het zijn goede spelers en die spelen nu ook regelmatig. Dus we moeten best wel goed oppassen, vind ik. Hoe groot is de kans dat AZ gaat verliezen hier tegen ADO? Dat jullie zeggen, het is mooi geweest. We hebben het dieptepunt gehad tegen Almere City. Dat zegt Henk Vrezen ook. Nu is het gewoon afgelopen. Ja, we hebben de 3 punten nodig. En vooral thuis moet je altijd een soort van extra gas erbij geven, vind ik. En ook voor de supporters. Maar vooral ook voor onszelf. Dus we hebben de 3 punten zelf nodig. En AZ heeft de laatste tijd hier altijd moeilijk gehad. Vorig jaar hebben we er ook van gewonnen, dus het zou heel mooi zijn als we morgen ook weer de 3 punten pakken.